Het was al komisch dat mevrouw Van der Plas zei... was het niet handig om twee minister-presidenten te hebben? Eentje voor het binnenland. Zij zou dan voor het dorp gaan. Ja. Gezellig allemaal bij elkaar. Niet waar, aan de koffie. Lekker leuten. En dan komt er in godsnaam iemand die het in het buitenland gaat doen... waar ze geen puffen heeft. Of niet kan. Ja, niet kan. Ik moet ze weten waarschijnlijk helemaal geen ene klap van. Ja, dat moet je zeggen. Rutte wist er natuurlijk langzamerhand heel wat van die Europese business. En daar kan, denk ik, Timmermans toch goed mee wegkomen. Dat die werk gepokt en gemazeld is in Brussel. Ja. Waar in allerlei opzichten natuurlijk het lot van Nederland mede bepaald wordt. Ja. Niet in de dorpen, uiteindelijk, kan ik je verzekeren. Nee. Ook als het gaat om stikstof is het uiteindelijk een Europese zaak. En niet de dorpspolitiek. Want dat zeiden de luisteraars ook nog. Ze zeiden van, je stemt natuurlijk niet op een premier. Al wordt dat soms wel door de media zo voorgeschoteld. Maar in hoeverre denk jij dat kiezers ook kijken naar de poppetjes? Dus naar een Timmermans en of die ons kan vertegenwoordigen? Veel, denk ik. Veel. Denk aan Omtzigt. Omtzigt hangt nog boven de markt. Ja. Ik las ergens dat als hij een eigen partij begint, dat hij 46 zetels krijgt. Nou ja, dat betekent dat alles anders wordt natuurlijk, want dan wordt Omtzigt premier. En dan raakt hij in no time overspannen, daar ben ik absoluut zeker van. Hoezo? Nou ja, hij heeft een geschiedenis van gemakkelijk overspannen raken. Ja, het is een... We hebben het vaker over die Omtzigt gehad. Omtzigt is een fantastisch Kamerlid. Maar een fantastisch Kamerlid is niet noodzakelijkerwijze ook een handige partijleider of zelfs maar de leider van een kabinet. Er zijn hele andere eisen worden daar gesteld naar mijn idee. Omtzigt is gewoon iemand die fijn in de documenten wil zitten met zijn rode fineliner erbij. Dat het niet klopt, daar heeft hij groot gelijk in, hij heeft nuttig werk gedaan op dat punt. Laat hij daar vooral mee doorgaan. Ik hoorde ook dat. Daarom begreep ik niet dat hij niet opstapt bij een. Dat hij niet bij de BBB-beweging wil, begrijp ik wel. Maar daarom had ik hem geadviseerd om het CDA te doen. Maar dat schijnt hij ook niet te willen. Nee. Een eigen partij, hoor, dat is. Dan komt er echt een tsunami. Laten we dat woord maar weer eens gebruiken. Van problemen op je af. En heeft niet meer zoveel tijd. Ik denk ook dat voor BB zal het ook enorm. Het was nu wel lastig voor die. Provinciebesturen, maar zal het enorm lastig zijn om kwalitatief. Ja. En je voelt dat krijg je dan een hele grote fractie in het parlement in een no time mee, drie weglopers en herrie en luidie. Het was nu al zo dat een aantal van die BB-prominenten de raarste Twitterberichten rondgestuurd bleken te hebben. Dus nee, als ik. Ik zie dat niet zo zitten met Omtzigt. Nee, heeft ook niet meer zoveel tijd, hè? Want november is best wel snel als je dan nog een hele partij moet opdagen. Ja, zeker. Want je moet in alle kieskringen deelnemen. Ja, dat zal niet meevallen. Dus het lijkt mij veel waarschijnlijker, maar ondertussen komt geen enkele door mij gedane voorspelling uit. Lijkt mij veel waarschijnlijker dat hij zegt dat hij ermee stopt. Ermee stopt? Ja. Oké. Ik zie hem in ieder geval niet als premier, eerlijk gezegd. Nee. Dat lijkt me ook. Ik zag dat er al die polletjes. Maar ja, dat zeggen we nou. En straks zul je zien dat hij op 3 januari op het bordes staat. Met een enorme fractie achter zich. Ja. Kabinet Omtzigt 1. Ja, dat zou wat zijn. Hey, en dan. De CDA-leden hebben trouwens wel gezegd: Omtzigt, kom maar terug. Ja, natuurlijk hebben ze dat gezegd. Dat is een soort van. Ja, een soort van reddingsboei. Het is wel duidelijk dat het CDA bezig is te verdwijnen. We hebben de Titanic-vergelijking al gemaakt, dus zullen we die nog een keer doen. Dus ja, alles is goed om het CDA te redden van de totale ondergang. Ja, ja. Maar Timmermans, ben je dus, als ik het nou moet samenvatten, ben je nou positief? Ben je neutraal of zeg je nou, ik zie het niet zo zitten met hem? Ik ben daar wel positief over gestemd, ja. Oké. Ze hadden niet veel beters kunnen krijgen dan juist Timmermans. Ja, Abu Talib zag je nog ergens in de Ja, ik denk dat daar zouden weer anderen... Kijk, zodra je jezelf kandideert, beginnen ze aan je poten te zagen. Dat is net als in de Verenigde Staten. Zolang jij een mogelijke kandidaat bent... Nou, heb je allerlei fantastische eigenschappen. Oh, strategisch, inhoudelijk, het is ongelooflijk. Dan meld je als kandidaat en dan begint, niet waar... Het machinegeweervuur
Het is een ijdeltuit. Het is een narcist. Hij heeft een rare baard. Hij heeft dit of dat gedaan. Ja, die man heeft een lange politieke carrière achter zich. Dat is de... Elke politieke campagne heeft ook bureaus die de tegenstander moeten platbranden. Het is triest, maar waar. In Amerika zijn ze ons daar ver mee voorgegaan. Dat eigenlijk het hoofdonderdeel van de campagne is het kapotmaken van je politieke tegenstander. Ja, ja. Nou, en als we dan eens even één stapje verder denken. Hè, stel dat die GroenLinks-PvdA combinatie die zal best wel wat zetels trekken. Uiteindelijk zullen zij ook een coalitie moeten vormen. Ja, precies. En tel maar uit wat je dan zou moeten doen. Dus ten eerste heb je dan in principe wel een stevig motorblok in de vorm van die combipartij. Dan moet je hopen dat de door mij voortdurend opgenoemde andere kleinere linkse partijtjes bereid zijn mee te doen. En dan moet je hopen dat D66 niet al te zeer vermalen wordt in die campagne. Maar daarbij zit je volgens mij nog lang niet aan... Nee. Want je wordt geconfronteerd met de BB en de VVD. Ja, en de VVD wil niet meedoen. Hoe gek het ook klinkt, dan is denk de keuze aan de BB welke kant je opgaat. Ga je mee met rechts of ga je mee met een linkskabinet? Precies, want met de strategie... Want dan zitten we toch met een ongelukkige politieke polarisatie. Omdat we natuurlijk, de bekende middenpartijen, die hebben het niet goed gedaan. Uiteindelijk is de VVD natuurlijk een rechtse partij. De combi van links is weliswaar gematigd links, maar toch, het is links. En de traditionele, de verbindingsstreepjes, namelijk traditioneel het CDA en de D66, dat zijn nou juist de minst presterende partijen op dit moment. Ja. En kijk, VVD is natuurlijk ontzettend blij dat ze erin geslaagd zijn om D66 kapot te maken. Maar of dat uiteindelijk zo'n voordeel is voor de Nederlandse politiek, dat zie ik niet zo zitten. Nee, en ook misschien niet voor zichzelf. Want als nee, zij niet, ook dat niet. Als zij niet de grootste worden... En er komt echt weerstand tegen samenwerking, gedoogsamenwerking met de PVV. En ja, daar kun je nog eens wat leuke feitjes boven tafel krijgen. Hè. De PVV heeft natuurlijk van harte meegedaan aan polarisatie, scheldpartijen, verdachtmakingen, verspreidingen van volstrekte kletskoek. Dus ja, dat is de PVV is natuurlijk ook een heel kwetsbaar object. Kijk, zolang die PVV die locomotief was die op de zijspoor staat te fluiten, maakt niemand zich er erg druk over. Maar als ze gaan gedogen, dan zal dat veranderen. Ja. Ja. Kortom, dat dreigt toch een soort polarisatie. En je weet waar polarisatie toe leidt, stagnatie. Hmm. Want met de strategie die de VVD nu kiest, kunnen ze nooit met die GroenLinks-PvdA combinatie een kabinet gaan vormen. Nee, ik denk ook niet dat die... rechtervleugel van de P van de VVD zou dat ook absoluut niet willen, denk ik. Nee. En maar Rutte begon toch al over die linkse tsunami. Ja. Kijk, zie het buitje is alweer over. Heerlijk mild buitje. Wil je nog verder open of is het goed zo? Nee, is prima zo. Oh. Prima zo.